Helemaal leuk dat jullie vandaag weer kijken naar Fam. En ik ga het vandaag met jullie hebben over lifehacks. En ik weet niet of iedereen weet wat lifehacks zijn, maar lifehacks zijn van die hele kleine dingen die je leven gewoon net wat beter maken. Nee, oké, dat is misschien een beetje overdreven. Lifehacks zijn gewoon een paar trucjes of tips die je kan gebruiken in je dagelijks leven die het net wat makkelijker maken. Nummer 1, deze is zo genius. Ik weet niet of jullie ook in zo'n huis wonen. Of een flat, maakt niet uit. Waar je zo'n wifi code hebt en een wifi password. En dat is zoiets als A183KBSD589. Please! Hoe moet je dat in hemelsnaam onthouden? Ja, natuurlijk kan het veranderen. Maar ja, het is gewoon heel erg hot. En wat je kan doen, er zijn van de website met QR-codes. Ik weet niet of je dat kent, QR-codes. Van die codes moet je een app downloaden. Maak je een foto van de code van het plaatje. En vervolgens krijg je al de informatie. Op sommige websites kan je een QR-code maken voor je wifi. Zet de naam van je wifi in, vervolgens je wifi-password. Dan wordt een code gemaakt, print de code uit of slaat hem op. Maak er een foto van met je mobiel. Gebruik trouwens wel een goede app ervoor. Ik gebruik deze app. En vervolgens krijg je gewoon wifi-naam en wifi-password gelijk erop. Ons bezoek komt en het is van... Wat is de wifi? Zit ik daarvan? Ja... Als je gewoon die code uitprint, ophangt ergens of zo, of je slaat op, mensen maken een foto. Tada! Er staat overigens wel tussen Android only. Daarmee bedoelen ze dat voor de iPhone, dan wordt de code alleen op je beeldscherm zichtbaar, dan staat de code er. Maar bij Android logt die ook gelijk in. Dus bij iPhone moet je je wachtwoord en code even kopiëren en dan naar je instellingen en inloggen en zo. Maar bij Android wordt ze gelijk ingelogd. Maar het werkt eigenlijk gewoon dus voor beide. Twee, deze is ook echt genius. Nou, ik weet niet of er meer mensen last hebben van zweetvoeten met verkeer. Kan ik me best wel bij voorstellen. Mijn schoenen ruiken nou eerlijk gezegd ook niet lekker. Om je schoenen iets lekker te laten ruiken, gewoon allemaal deze actie doen. Ja, de thee van geur die is dus blijkbaar zo sterk dat die in je schoenen gaat zitten. En na ik denk ongeveer een half uur, een uurtje ongeveer, ruik je schoenen alweer wat lekkerder. Tip nummer 3. Ik weet niet of jullie wel smoothies maken bijvoorbeeld of de blender gebruiken voor sapjes of weet ik veel. Vervolgens is die vies. En eerlijk is eerlijk, we zijn allemaal wel slui en hebben geen zin om dingen schoon te maken. Wat je heel makkelijk kan doen, je kan er water in doen, een beetje afwasmiddel erbij, blender aan en blenden. Zo maak je makkelijk schoon. Kleine tip, doe niet al te veel water in. Want dan kan er wel eens gebeuren dat er zoveel water in zit en als je hem aandoet dat de tekst er dan afgaat en ik heb een soort van pijn. Ik spreek niet uit ervaring hoor. Nee, ik spreek niet uit ervaring. Ik weet niet hoe jullie tandpasta eruit ziet, maar mijne ziet er inmiddels al zo uit. Echt zo'n beetje, ja, helemaal verrommeld. Wat je makkelijk kan doen is je kan hem oprollen en hem vastzetten met een vuiltje, zodat al je tandpasta op hetzelfde gebied zit, zeg maar, in hetzelfde deel zit. En dan ben je zuiniger met je pasta. Dan heb je niet van die tandpasta tubes die helemaal verrommeld zijn. Tip nummer 5. Goed met het weer. Ik weet niet wie van jullie van ijskoffie houdt. Nou, ik vind het zelf heel erg lekker. Maar stel, je wilt hem nog net iets kouder. Normaal drankje er ijsklontjes bij. Maar als je ijskoffie hebt en doet er ijsvloedjes bij, wordt je ijskoffie een beetje waterig. En de smaak van koffie is dan iets minder. Deze tip is ook echt genius. Pak gewoon de ijsblondjes van, doe er warme koffie in. Want nou ja, die koffie heb je dan net gemaakt, weet je wel, want dan is hij nog warm. Oké, dan doe je hem in de vriezer, invriezen en that's it. Ja, je moet even wachten natuurlijk, maar that's it. Dan kan je hem gewoon in je ijskoffie doen, heb je koffie die een goede smaak heeft. Hoe genius! Dat zijn dus 5 lifehacking tips die ik zelf heel chill vind, heel makkelijk vind, zelf ook gebruikt. Ik hoop dat jullie er wat aan hadden. Laat een reactie hier beneden jouw lifehacking tips achter, want come on. Hoe chill, hoe awesome zijn dit soort tips? Ja, weet je, ik hou er wel van, dus laat ze maar achter. En bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie volgende week weer. Doei! Ja, laat ik het zo maar even noemen. Dan is het wel film en geluid. En dat kan gewoon soms heel erg moeilijk zijn. En